dus mijn kanaal wat hoger te krikken in de cijfertjes. Beter content te maken, leukere content te maken. En gewoon super vette dingen gaan doen. Hey jongens, ik ben klaar met mijn examen. Oh my god, yay! Vandaag, gisteren, een paar dagen geleden als ik dit heb uploaden. Upload heb. 19 april was de deadline van mijn gehele examen. En dat is nu voorbij. Dus ik heb alles ingeleverd. En ik hoop dat ik in één keer mijn examen ook haal. Maar dat betekent dus dat ik meer vrije tijd heb. En meer tijd heb om te steken in YouTube. Dus ik ben super excited. En deze video is eigenlijk alleen een beetje ik die dit jullie uitleg. En een beetje mijn ideeën wil laten horen dat ik wil gaan doen op YouTube. En voor jullie de kans om in de comments te laten weten wat jullie leuk lijkt. Dat ik ga posten of meer van moet posten. Of gewoon laat me weten wat jullie vinden. Wat jullie leuk lijkt. Mij lijkt het namelijk leuk om wel toch te proberen om te gaan weekvloggen. Of in ieder geval vaker te gaan vloggen. Weekvloggen lijkt me wel het allervetst. Maar dat is best wel veel. Elke week eentje. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat werken met mijn dagelijkse schema en zo. Maar ik wil het in ieder geval proberen. En daarbij wil ik meer fashion video's gaan doen. Maar ik wil ook iets meer diepgaandere video's doen qua edit, qua filmen. Omdat ik dat leuk lijkt om dat zeg maar erin te verwerken. Dan dat het alleen maar een video is zoals deze bijvoorbeeld. Als jullie ideeën hebben van wat jullie willen zien. Of met wie ik collabs moet doen. Of whatever. Of ik nog iets met mijn zus moet doen. Of een keer met mijn vader of met mijn moeder. Of met een vriendin. Of het is aan jullie. Zeg het in de comments en dan weet ik een beetje wat ik kan gaan doen. En ik ben gewoon super excited, want ik ben dus zo meteen klaar met mijn studie. En yes! Ik zal zeg maar in juni, juli officieel klaar zijn. Hopelijk, waarschijnlijk. We gaan er gewoon vanuit van wel. Dus in juni, juli zal ik officieel klaar zijn. Ben ik gewoon een freelancer, free making YouTube video influencer. En hoop ik eventjes mijn kanaal wat hoger te krikken in de cijfertjes. Betere content te maken, leukere content te maken. En gewoon super vette dingen gaan doen. Dus ik heb gewoon jullie input nodig. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Korte video. Vooral ook omdat het net mijn laatste week was. Dus een beetje druk. En ik dacht, dit is het moment om het eventjes te laten weten. En op dit moment komt dit online en iedereen is bij de Dutch YouTube Gathering. Dus doe je ding, alsjeblieft. Comment in de reacties wat jullie leuk lijken. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dit voor de eerste keer ziet. En dit de eerste video is die je van mij ziet. Ik ben happy, feeling free woman. Ik ga zo meteen lekker weer zonnen, omdat het heerlijk weer is. Dus ik wil dit even met jullie delen. En dan zie ik jullie snel weer. Bye!